Minister Mashanu Dasai benadrukte gisteren tijdens zijn presentatie op de derde dag van de CEOCS het streven van Suriname naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie. Dasai wees erop dat Suriname als het meest beboste land ter wereld jaarlijks meer dan 20 miljoen ton koolstof uit de atmosfeer verwijdert, terwijl het land toch geconfronteerd wordt met een jaarlijkse energieuitstoot van ongeveer 3 miljoen ton. Desondanks voldoet Suriname reeds aan de doelen voor 2050 van het Akkoord van Parijs als netto-verwijderaar van koolstof en heeft het alle vereisten van het Akkoord van Parijs vervuld, zonder shortcuts te nemen. This has taken us many years and we aren't interested in shortcuts. This means under the Paris Agreement, we will have as country over 10 million net removal ITMOs to sell each year. And an ITMO stands for internationally transferred mitigation outcomes, which is born out of Article 6 of the Paris Agreement. Specifically, this article provides a framework for countries to transfer their greenhouse gas mitigation performance to other countries in order to meet their reduction commitments. We are beginning that process now by offering our first 5 million 2021 ITMOs to the world carbon markets. De bewindsman benadrukte dat het voorlopige plan voor de besteding van het geld dat Suriname verdient het opbouwen van duurzame middelen van bestaan voor bosafhankelijke gemeenschappen omvat, toewijzing aan het soevereine Weldfonds, allocatie naar de algemene begroting met de focus op gezondheid en onderwijs en het aflossen van de nationale schuld. So these funds will be overseen by an interministerial committee managed by the Finance Ministry and audited annually. Ladies and gentlemen, because we are a net remover of carbon, Suriname can become a carbon neutral oil exporter. And what does that mean exactly? When oil is extracted from Suriname, that production of the oil causes carbon emissions. Our partners estimated that scope 1 and 2 emissions, meaning emissions from the extraction and processing of oil, to be about 10 kilos per barrel produced. So you see, each ton of new emissions from energy cancels out one of our net removal ITMOs. So this means loss of income for Suriname and a higher emission profile. De Surinaamse overheid is volgens Dasai van plan om producenten die verantwoordelijk zijn voor directe en indirecte emissies te verplichten om emissierechten te kopen van Suriname. Deze emissierechten zijn gebaseerd op de hoeveelheid koolstof die Suriname uit de atmosfeer verwijdert. Door deze ITMO's te kopen en te laten vervallen, helpen producenten de emissiebalans te compenseren en dragen ze bij aan het verminderen van de totale koolstofuitstoot. Tot zover het nieuws over CEOCS 2024, die vanmiddag ook officieel werd afgesloten.